Hoi, het is vandaag 11 december 2014 en ik sta op de Pietstalen Gletsjer in Tirol. En zoals je kunt zien ligt hier behoorlijk wat sneeuw, maar ik sta hier dan ook op bijna 2800 meter hoogte. Het sneeuwt nu een beetje, het is een zwak frontje wat vanuit het westen binnenkomt. En wij zijn via het dal hier naartoe gekomen en wat direct opviel is dat er onder de 2000 meter nagenoeg geen sneeuw ligt. Dus als je wil gaan freeriden, dan moet je echt boven de 2200 meter het gaan zoeken. En dan, dan vind je condities als dit. Het waait best wel hard, of het heeft best wel hard gewaaid. Dus best wel wat triepsneeuw gevonden, ook wel al wat windpacked sneeuw. Dus een beetje opletten met je routekeuze, maar voor de tijd van het jaar genoeg te vinden. Ik ga weer weg, hoi!